4-1 tegen Almere City. De eerste reactie? Ja, blij. Net ook al gezegd. Fijn dat de jongens zichzelf hebben beloond met een goede wedstrijd en met 4 goals. Ik heb zelf ook gespeeld en dan weet je uiteindelijk dat je heel veel kansen creëert. En dan denk je ook dat je zelf wel eens gaat twijfelen. Nou, wij als staf zijn willen constant die twijfel wegnemen. Door te zeggen, nou, we hebben een plan, dat voeren we uit. Alleen het rendement was er nog niet en vandaag gelukkig wel. Is dit wat je wil met de ploeg? Ja, maar dit is niet de eerste keer. Omdat het nu zo uitvalt met die goals. Dat is mooi meegenomen. Maar zo hebben we ook tegen PSV gespeeld. Zo ook tegen de Graafschap en ook in andere wedstrijden zijn we dominant geweest. Op de helft van de tegenstander. We creëren kans. Alleen ja, ze gingen er niet in. Kun je aangeven wat het verschil is? Is dat dan nu gewoon misschien iets meer geluk dan in die andere wedstrijden? Of is het kwaliteit misschien? Nou goed, het is moeilijk uit te leggen. Geluk, ja, is het geluk. Je speelt ze uit, dus het is geen geluk. Nu gaat hij er wel in. Nou ja, goed, daar zijn we alleen maar blij mee. Hoe tevreden ben je met Ricardo Kip die aan het begin van de wedstrijd begon? Hoe tevreden was je daarover? Nou, het is altijd lastig voor een speler die net nieuw is, hè, meteen zijn debuut gaat maken. We hadden een beetje een dubbele teampositie vandaag met Sander van der Streek aan de ene zijde, aan de binnenkant en Ricardo die er moest komen. Daar was ik vrij tevreden over. Je ziet nog wel dat hij nog moet wennen aan onze manier van spelen. Maar al met al ben ik daar zeker niet ontevreden over. En ook het debuut van Delvecchio Blackson was ook prima. Ja, was voor ons toch ook nog wel een kleine verrassing. Hij speelde ook leuk tegen Utrecht. Maar wat was de reden dat je voor Blackson hebt gekozen? Nou goed, wat ik ook zeg in de groep. We hebben een hele goede groep. En ik wil de jongens concurrentie aanbieden. En dat wil niet zeggen dat ik ontevreden ben over Marvin Peersman. Omdat ik vind dat hij het verdedigend fantastisch doet. Met zijn felheid, inzet en correctie daarin. We hebben gekozen nu voor Delvecchio vanwege het aanvallende gedeelte. Om daarin wat meer, iets meer rust in het spel te krijgen. Heb je er een nieuwe concurrent voor de spitspositie bij na vandaag? Nou ja, we hebben het altijd over twee spitsen. Maar Djerje is van origine ook spits. En die hebben we op een aantal posities uitgeprobeerd. Mede omdat we ofwel Ricardo nog niet hadden. Of in de voorbereiding zitten dat je gaat kijken waar iedereen speelt. Ninos, Gaurier of Djerje vanaf links. Dus, maar we wisten uiteindelijk ook dat we JJ als spits konden gebruiken. En dat heeft hij heel goed gedaan vandaag. Terechte man of the match? Nou, ik vind dat allemaal niet zo belangrijk. Ik vind het team eigenlijk de man of the match. Je kan iedereen wel een compliment geven. Als je kijkt naar Leonard, hoe die de team redt in die fase. Hoe het centrum staat te verdedigen. Javan tegen een moeilijke tegenstander. Andersson dan overeind blijft. Het bewegen van het middenveld, wat er fel op zat. Het is een team, een geheel. En zonder zijn collega's kan JJ nooit man of the match worden.